Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie weten, vanaf 4 december verkoopt de Lidl weer vuurwerk. Dat is vandaag. Wij zijn gisteren al naar een vestiging geweest. Maar eerst wil ik jullie even wat anders laten zien. We hebben weer aanstekers van My Plasma, jongens. En dit zijn de nieuwe. Die is wel echt heel ziek trouwens. Die mat gouden. En we hebben de zwarte stick weer. Ze zijn dus weer volledig op voorraad. En met de kortingscode PYROTEAMDELFT krijgen jullie 15% korting. Is een zieke korting. Dat is eigenlijk ook de Black Friday korting. Link staat in de bio, myplasma.nl. Ik zou zeggen, mocht je hem nog willen, elektrische aansteker, doe dat dan vooral nu. Want eind december komt er natuurlijk aan en dan is alles altijd weg. Wij gaan nu even naar gisteravond, want wij hadden gisteravond al succes. Zoals ieder jaar staan wij 's avonds bij de Lidl, bij deze vestiging hier. Normaal gesproken weten we dat de winkels vlak voor sluit de schappen gaan vullen. Nou heb ik vernomen dat hier de dozen al in de winkel staan. Gelukkig, dus het wordt dit jaar iets minder een zoektocht. Maar wij zijn bij meerdere winkels geweest al, Jordi. Yes, maar de rest had helaas niet. Hoeveel winkels zijn we al geweest? 4 of zo? Ja, we zijn bij 4 Lidl's geweest. Ja, jongens, we komen in de Lidl. Alles is hier niet uitgestald. Jordi is even aan het kijken wat hij gaat nemen. Maar we gaan van alles even wat nemen. Waaronder het Street Boss pakket. Hier zien we al de Crackling Shocks. De Fountain Pack. 259 delig. Waaronder volgens mij 300.000 knalherten. We gaan in ieder geval alles even meenemen. Fountain Pack. Crackling Shock. Hey, jammer hè, dat er geen knetterlinten zijn. Hè? Helaas, nou, zitten er ook daar een paar in. Hè. Ja, hier zitten er een paar in. Hey, jongens, we gaan toch nog even bij de Lidl naar binnen. Even kijken of ze hier nu in de ochtend wel meer hebben. Misschien knetterlinten bij deze vestiging in Delft. Of misschien pillycrackers en die Street Show pakket. Dit is het enige wat ze bij deze vestiging hebben. Ze hebben dus geen pillycrackers en niet dat grotere pakket, dat street pakket of zo. Ik weet niet hoe die heet. Waarschijnlijk door leverproblemen, want dit is al de 6e vestiging waar we komen, waar ze het niet hebben. Dus helaas, we hebben wel alles wat hier ligt gehaald en dat gaan we zo gelijk even afsteken. Jullie even zien wat we hebben. Eigenlijk alles wat je kan krijgen. Ja, je kon ook sterretjes krijgen, maar die reken ik even niet mee. Het wordt wel met het jaar steeds slechter, jongens. Zeker. En we hadden natuurlijk vorig jaar bij de Aldi al gemerkt dat het vuurwerk kwalitatief gezien ook minder wordt. Dus wij gaan voor jullie nu even testen of die fonteinen bijvoorbeeld wat zijn. Ik zou zeggen, we beginnen bij deze jongens. Ja. Zullen we dan even met de mat gouden stoken? Ja, ja. Nou, ik denk dat dat het beste is, man. Splinternieuwe. We beginnen even met de Fountain Pack. Die hadden ze dus wel op voorraad. Laten we gewoon even een paar neerzetten. Weet je nog die fonteinen van vorig jaar? Bij de Aldi, die jij had teruggebracht? Die waren echt slecht. Ja, die had jij teruggebracht, man. Het jaar ervoor waren ze heel goed. Ja. Dachten we, nou, dan haal ik dit jaar nog wel een extra karretje voor 300 euro of zo. Ja, en, ja dat dus. Ja. Dus we gaan even kijken, want het kan zomaar tegenvallen, dit pakket. Of juist heel erg meevallen. Maar ja, dit ook, jongens. Als je eigenlijk kijkt wat je daadwerkelijk krijgt. Kijk, er zitten 6 van die hele... En elk zit in zo'n heel smal... Tjoepje, ja. Dat is. Wat is de Silver Fountain? Hoppa. Om een beetje te starten. En nu nog knetters erbij. Zo. Redelijk, man. Nou, de crackling vond ik nog best goed op zich. Redelijk. De volgende. Zo. Had al een gat op. Nee, dat is niet binnen die meter, jongens. Nee, man. Nou, hey, serieus. Inderdaad wat jij zei. Kat 1 moet officieel binnen een meter mag het niet komen qua vonken en zo. Deze zouden al afgekeurd zijn, man. Ze zijn wel... Kijk, ze zijn niet heel goed, volgens mij. Maar ze zijn wel gewoon grappig. Twee tegelijk. Leuk voor erbij. Want het duurt het zo lang. Die schieten van ver weg. Is dat serieus een flashing diamond in een potje? Ja, man. Ja, dat is wel triest. Schijnbaar. Klote dingen, man. Hij gaat wel best lang door, moet ik zeggen. Hoppa. Oh. Hij is wel goed, man.
Die is heel goed, man. Dat is wel de beste, man, dit. Even kijken. Wat was die groene? Nee, dat was de laatste. Oh, nee, Cracklin Fountain. Oh, ja, en wat is dit, man, dan? Nee, die moet je nog doen, man. Ja, weet ik. Dat is de Riz. Deze zou moeten gillen. Nou, ik ben benieuwd. Die gilt dus. Goeie, man. Het is gewoon een gillende keukenmeid in een... Hey, oprecht. Deze twee uit dat pakket. Ja, vooral deze die crackt niet. Zijn goed. Street Boss pakket. Daar zitten wel knetterlint in, zei jij? Ja, 6 stuks in zo'n pakje. Laten we die ook maar even doen. Gelijk even knetterlint. En de pillycrackers hebben we uiteindelijk een snop, want die zitten erin. Ja, nou gaan we dat ook even stoken. Eerst even eentje en dan het hele pakketje. Ja, echt hoor. Om te kijken of... zo, die rook blijft hangen. Zit het allemaal... Zo, inderdaad, man. Hier, kijk, een afgeknipte van de Aldi. Oh, dat is ook nog een hele korte, jongen. Jezus. Ja. En zo'n pakje, dat is één van de Aldi, inderdaad. Nou, even kijken hoe de... Ja, ze knetteren goed. Het is op zich goed, want bij al die... Het is alleen van, een beetje kort. Van Biet. Nou, doe maar de rest van het pakje in één keer. Ja, hij steekt er al uit, hoor. Nee? De andere kant. Gaat sowieso wel. Nou, oprecht, die knetterlinten zijn niet slecht, man. Nee. Even kijken, wat wil je nu doen? Luchthuiders? Ja, doe maar. Even kijken of ze zo goed zijn als die van Foemke. Eerst eentje en dan het hele pakkie, zoals we gewend zijn. En jongens, altijd die plasma zo schuin houden, zodat de troep er niet in komt. Nou, straks schieten ze weg. Nou, echt hè? Ik denk niet dat de rest gaat, maar... Ik denk het wel. Wie weet. Hele bakje tegelijk. En dan was die giller van dat potje, die was beter, man. Moet je hier ook zien. Kijk, en hier heb je dus wel pillycrackers in. Ik ben geen fan van pillycrackers, moet je heel eerlijk zeggen. Ik ook niet. Die crackling balls waren veel leuker, man, met vroeger, ja, die pallets erin. Of nee, juist niet. Dit zijn die pallets, dit is hetzelfde. Ja, man, met die plastic dingetjes erin. Ja. Gewoon puur voor de sier. Die balletjes waren veel beter, maar ja. Oeps. Dat is weer een beetje jammer. Dit. Kom een vonkje in? Nee. Ja, ja. Oh. Dit even allemaal in één keer moeten doen. Yes. Doen ook even de crackling shots. Pakketje. We hebben alles hier in een kring gelegd. Althans, niet alles. De meeste. Om er vanaf te zijn. Zijn ze te doen of niet? Dat is nu de vraag. Geel erbij. Zo. Nou, ze zijn best hard. Die zijn best hard, man. Ik ben benieuwd hoe die hier uitkomt. Ja, echt hè. Het moet wel een spektakel opleveren, denk ik, dit. Allemaal tegelijk, heel pakkie. Oeh, hey, crackling shots zijn niet slecht. Nee, dat zijn wel leuke dingen. Die zijn goed, man. Knetterrotjes. Had je ook nog... Dat zijn die dingen. Zo. Lijken wel die van de Aldi, man. Ja. Eerst even eentje. Je kan soms echt verrast worden door het effect, man. Ja, eerlijk is eerlijk. Die knetters zijn niet slecht van de Lidl, man. Ook nog het pakketje Disco Flash. Dat gaan we ook nog even testen. Dan hebben we een hele pakket voor jullie gedaan. Nou, dat zijn natuurlijk die oude vertrouwde Flashing Diamonds. Oh ja.
Als je het aan mij vraagt, is dat fonteinenpakket nog best wel te doen. Vooral die knetterfonteinen. Maar om nou een heel pakket te halen voor twee van die fonteintjes erin. Is niet echt... weer een beetje prijzig. Want ja, waren het toch nog 7 euro of 7 zo? Euro inderdaad. Voor de rest, de crackling shots zijn ook best wel goed. De crackling die eraf komt is gewoon heel erg goed. Laten we eerlijk zijn. We zijn natuurlijk ook, we hebben wel slechter gezien. Bijvoorbeeld van de Big Bazaar is het veel slechter. Dus daar mogen we niet over klagen. Voor de rest had ik gehoopt op knetterlinten. Op grondbloemen bij de Lidl. Maar helaas mocht dat dit jaar niet zo zijn. Waarom weet ik niet. Waarom de knetterlinten er niet zijn. Geen idee. Is geen reden voor gegeven. Dus te triest voor woorden eigenlijk. Bedankt jullie voor het kijken jongens. Morgen om 4 uur gewoon weer een video online. En als jullie de vraag hebben wanneer de Aldi weer gaat verkopen. Dat is 18 december. Thanks voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer om 4 uur.